Met de herfst voor de deur was het zaterdag 21 september weer tijd voor de jaarlijkse pompoenenmarkt bij de kindertuinen in het Mouwtje in Bussum. Ook de bijenhoudende buren waren van de partij met hun bijenkasten, informatie over bijenhouden en verkoop van verwante producten. Bij de kindertuinen was de voorraad pompoenen al snel uitverkocht. Door het nogal wisselvallige weer afgelopen voorjaar was de oogst niet zo groot en waren aan sommige planten zelfs nog geen vruchten gekomen. Bloemen waren er wel volop en ook die werden verkocht om de kas van dit bijzondere project te spekken.